dieren zijn met een bingo kaart. Ja, ik was gewoon niet goed genoeg. In Venlo loopt dit seizoen een spits waar wij tot voor kort nog nooit van hadden gehoord. Een spits uit Griekenland, een land dat niet bepaald het paradepaardje van Europa is. Een land dat zonder de Europese Unie zo ongeveer failliet was geweest. Maar ook een land dus dat zomaar een fenomeen voortbrengt. Georgios Giakoumakis, zo'n spits waarvan je denkt, waar komt hij ineens vandaan? Maar die dan ineens topscorer van de Eredivisie wordt. Zo'n spits is Laurens Dassen van Volt. Waar komt hij ineens vandaan? En die zit dan ineens met 5 zetels in de Tweede Kamer. Volt dus, een pro-Europese partij die zelf longte naar een uitnodiging voor onze podcast, doordat ze, voor zover ik heb kunnen zien, als enige een link naar voetbal in hun partijprogramma hebben staan. Ik citeer: Europa is het continent van de voetbalschoenen van Robert Lewandowski en Lieke Martens. Ik heb werkelijk geen flauw idee wat ze daarmee bedoelen, maar het is vast een mooi partijtje. In de laatste aflevering van de reeks met lijsttrekkers spreken we vandaag met Laurens Dassen van Volt. Laat ons eerst even die zin. Europa is het continent van de voetbalschoenen van Robert Lewandowski en Lieke Martens. Ja, prachtig toch? Europa is zoveel meer dan het politieke project als de Europese Unie is natuurlijk. Hè. We hebben, je noemde Griekenland, de democratie komt uit Griekenland. We hebben de Hollandse meesters, we hebben de Italiaanse keuken, noem maar op. En we hebben inderdaad ook natuurlijk hele goede voetballers en voetbalvrouwen. En daar mogen we natuurlijk ook trots op zijn. heb je je speech al geschreven? Nee, nog niet. Ben ik wel van plan om vanavond te gaan doen. En er zullen natuurlijk meerdere speeches geschreven moeten worden. Nagelang de uitslag morgen gaat zijn. Dus dat is heel spannend. Het El van Minerva, een metafoortje in gedachten? Nee, absoluut niet. Daar gaan we niet aan beginnen. Okay. Het zal gewoon een redelijk basisspeech worden, denk ik. En hoe bevalt het je in Medialand? Je staat de laatste dagen, weken nogal in de schijnwerpers. Dat moet een beetje nieuw voor je zijn. Zeker. Dat is zeker nieuw. En het is natuurlijk ontzettend mooi dat Volt in één keer opgepikt wordt. En dat we overal mogen aanschuiven. Dat is af en toe ontzettend spannend. Ik was afgelopen zaterdag bij Nieuwsuur. Ik weet niet of jullie afgelopen week naar die programma's hebben gekeken. Ja, die eerste zin ging moeilijk, hè, bij Nieuws. Ja, die eerste zin ging moeilijk. Ja, ging het best lekker. Ik stond daar achter de camera's en ik had er zin in. Je mag best zeggen dat het gewoon dat die gewoon een klootzak is. Want jij zat net achter de schermen, zat je aan ons te vertellen van ja, die eerste zin was even lastig. En dan gaat hij dan nu... Heel mooi. Zie je, zo moet je meteen opletten. Hè? Je moet meteen weten wat je eigenlijk allemaal zegt. Maar klopt, want toen stond ik achter de camera's en er begon de live-uitzending. En ik merkte in één keer dat mijn hart steeds sneller begon te kloppen. En toch die zenuwen naar boven kwamen. En dan even over die eerste zin struikelen. Maar daarna gaat het wel lekker. Nee, en ik ben natuurlijk ontzettend blij dat we veel meegenomen worden. Ja. Wat was van de powerpose gehoord voor zo'n belangrijke... Nee, wat is dat? Ja, Bart Legere. kan ik je echt aanraden. Een goede, stevige powerhouding aannemen voordat je live moet. En dan stroomt de energie in je lijf. En dan, doe eens voor. we gaan niet weer deze route bewandelen, jongens. Hey, hoe ga jij ervoor zorgen dat je niet in de Rob Jetten-val trapt? De Rob Jetten-val, dat is... Ik denk dat ik toen Rob Jetten voor het eerst in de politiek kwam, al als lijsttrekker overal moest optreden, dan denk ik dat ik me betrapte op zoveel nervositeit dat hij eigenlijk steeds terugviel op vaste stokpaardjes, ingestudeerde zinnetjes en daar eigenlijk niet van wist af te wijken. Hoe ga jij dat tackelen? Door denk ik heel weinig in te studeren. Dan kun je er ook niet op terugvallen en dan moet je dicht bij jezelf blijven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En dat is wat we tot nu toe ook hebben gedaan. We zijn natuurlijk een startende partij. We bestaan nu in Nederland ruim 2,5 jaar. We hebben meegedaan aan de Europese verkiezingen. We doen nu voor het eerst mee aan die nationale verkiezingen. Ja. Wat je ook al zei net voor dat we begonnen met deze podcast van heeft je persvoorlichter je er al helemaal doorheen gepraat? Waarop ik zei die hebben we op dit moment nog niet. Dus ja. wat gaan we precies doen allemaal? Maar ik denk dat dat ook een beetje bij Volt hoort. We hebben een heel duidelijk verhaal en dat verhaal willen we vertellen. En daar vallen we continu op terug. Word je niet gecoacht of iemand, zodra je bijvoorbeeld naar Nieuwsuur moet of naar Opeens zoals gisteravond, dan spreek je dat met iemand door? Ja, absoluut. Ja, een spindokter. We hebben wel mensen die ons helpen en zeker ook inhoudelijk helpen. Dus ook bij Nieuwsuur heb ik met meerdere mensen voorbesproken van wat zijn de programmapunten die naar voren kunnen komen. Van hoe kan ik daar goed op antwoorden? Hè? Wat zijn waarschijnlijk punten waar ze even op door zullen vragen? Ja, en die bespreek je wel met elkaar door, zodat je het verhaal goed in je hoofd hebt zitten op het moment dat je daar gaat zitten natuurlijk. Wat drukt zo iemand je dan het meest op het hart? Voordat je de eerste keer zeg maar een groot programma gaat doen? Het
meest wat bij mij op het hart wordt gedrukt is, blijf bij jezelf. Blijf gewoon je eigen verhaal vertellen. Ga daar als Laurens zitten, niet als een ingestudeerd verhaal. Want dan kun je ook altijd zorgen dat je weer terug bij jezelf komt op het moment dat je even vastloopt. Want dan handel je gewoon vanuit je eigen, ja, vanuit je eigen kracht. Mm-hmm. En die campagne, ik bedoel, het is wel een godswonder. Lijkt ik, ik vraag me wel, als ik daarnaar kijk, hoe hebben jullie dat in godsnaam geflikt om van eigenlijk uit het relatieve niets zo'n beweging op gang te hebben gekregen? Ja. Ik had tot een week of 6-7 geleden, wist ik eigenlijk niet eens dat jullie heel erg mee gingen doen aan de landelijke verkiezingen. En inmiddels heeft heel hip Amsterdamse grachtengordel heeft een idee over Volt. En hoe hebben jullie dat in godsnaam voor elkaar gekregen? Ja, dat is, kijk, we zijn in 2018 in Nederland opgericht. We hebben meegedaan aan de Europese verkiezingen. Toen hebben we 2% van de stemmen gehaald. Ja. En toen zijn we al wel wat in het nieuws geweest. Maar toen zijn we heel hard verder gaan bouwen. En in januari kwam die organisatie eigenlijk tot leven. Mm-hmm. Omdat toen de campagne begon met ondersteuningsverklaringen. Elke nieuwe politieke partij moet 580 ondersteuningsverklaringen verdeeld over 20 kieskringen halen. Dus dat zijn ongeveer 30 handtekeningen per kieskring. En daar waren al onze vrijwilligers, lokale teams mee bezig. En dat waren we op social media aan het promoten, de vorderingen laten zien. En ondertussen waren we bezig met brievenbusacties. Dus zoveel mogelijk flyers in allerlei brievenbussen doen. En dat werd weer opgepikt door een journalist die ik toevallig belde. Die zei van, hey, ik zie dat jullie alle ondersteuningsverklaringen hebben opgehaald. Ik heb toevallig deze week een flyer in de bus gekregen. Ik heb jullie al eerder over jullie geschreven. En ik ben benieuwd hoe het gaat. Zullen we weer eens bijpraten? Nou, daar is weer een artikel uit de Volkskrant vooruitgekomen. Nou, en dat leidde weer tot een podcast bij de Europa Draait Door. Ja, en zo zijn we langzaam op gang gekomen. En totdat we bij de eerste keer in de peilingen kwamen. Mm-hmm. Ja, en toen dat gebeurde, dat was wel een klein jubelmomentje. Dat je inderdaad denkt van, nou, eindelijk zien we onszelf terug. En dat heeft voor heel veel media-aandacht gezorgd. Dus ook dat jullie ons de afgelopen 6-7 weken meer terug hebben gezien dan daarvoor. Ja. Ik heb vanochtend nog even een beetje gepolst in de kleedkamer. Dat doen we altijd een beetje zo rondom de lijsttrekkers die komen. Maar Volt was in de kleedkamer nog niet echt doorgedrongen. Dus ik denk dat het wel misschien een goed moment is om even te introduceren aan mensen die nog geen idee hebben wat Volt is. Waar jullie nou ongeveer voor staan. Thomas, wil jij er nog wat aan toevoegen? Nou ja, wij willen je nog wel eens in de reden vallen. En als jij een mooi verhaal vertelt, dan is het interrumperen. Interrumpische microfoon. Ja, nou ja, een van onze gasten die vond het niet zo fijn, Thierry Baudet. Maar we hebben zijn pet weten te jatten. Dus we hebben eigenlijk een nieuwe rubriek, de pet van Baudet. En die mag je opzetten als je niet wenst geïnterrumpeerd te worden. Dus dat is aan jou of jij hem... hij is gewassen, hè? Ik geloof het helemaal. Jullie mogen mij gewoon interrumperen. Hij matcht bij je truitje ook. Ja, dat is wel waar. Weet je het zeker? Ik weet het zeker. Nee, helemaal prima. Volt is een politiek voor een nieuwe generatie. We zijn veelal jonge Europeanen die een beetje klaar zijn met het verhaal van de vorige eeuw. Mm-hmm. Want we zien dat als we de manier waarop we nu naar Europese samenwerking kijken, jullie zijn met een bingo kaart. Heel chill. Ik heb er bijna verticaal. Heb je hem al? Oh, geweldig. Mooi. We hebben de Volt bingo. Heel nice. Wacht, ik ga hem even afmaken, kijken of hij of afgestreept kan worden. Juist omdat, deze staat denk ik ook op, die grensoverschrijdende uitdagingen als klimaat, migratie, veiligheid, sociale ongelijkheid, die kunnen we niet alleen in Nederland aanpakken, die moeten we met elkaar in heel Europa aanpakken, dus dat moeten we grensoverschrijdend doen. En Volt zit dus in alle Europese landen, overal met hetzelfde verkiezingsprogramma, juist om te zorgen dat we vanuit 450 miljoen mensen die uitdagingen van vandaag gemeenschappelijk aanpakken en dus niet meer alleen maar vanuit Nederland daarnaar kijken. Hoeveel heb ik er? ik heb een verticale bingo. Kan je me volgen, Martin? Heel vet. Hij sloot af met de uitdaging van vandaag aanpakken. Klaar met het verhaal van de vorige eeuw heb ik. Politiek van een nieuwe generatie. Ik miste nog elkaar heel stevig vasthouden. Zonder grenzen en zonder de gulden opgegroeid. Die hoorde ik gisteren wel in op één. Ja, de nationale zelf. Ja. Dit is jouw favoriet waar? Europees denken, lokaal handelen. Ja. En met één Europese stem spreken. Mooi. Die had hij bijna. Ja. Maar, goed, beetje flauw natuurlijk. Dit is natuurlijk, kijk, dat is het basisverhaal van Volt. Wat ik heel veel vertel. En wat dus blijkbaar ook goed overkomt. Blijft dan. Maar misschien een beetje flauwe vraag. Maar waarom zou ik niet op D66 stemmen en wel op Volt?
Ja, het fundamentele verschil... Zit u ook Maarten Verossen? Ja, precies. Ja? Gisteren bij Opeen ook. Ja, het fundamentele verschil met D66, eigenlijk elke nationale partij en Volt, is dus dat wij in alle landen zijn en dus ook grensoverschrijdend die uitdaging willen aanpakken. Ja. En wat wij willen doorbreken, en we zijn dus ook opgericht na de Brexit, omdat we gezien hebben dat politieke partijen, of nee, dat eigenlijk heel veel uitdagingen die we hebben, die zijn dus globaal en die moeten we Europees aanpakken, maar de politiek blijft hangen in dat nationale denkkader. En dat is waarvan wij zeggen, ja, als je vanuit Nederland en vanuit andere landen tegen elkaar blijft redeneren, dan kom je niet tot een effectieve en daadkrachtige besluitvorming. En we zijn na de Brexit zijn we eigenlijk opgericht omdat we zeiden van ja, hoe is het nou mogelijk dat in deze tijd waarin we elkaar zo hard nodig hebben, landen uit de Europese Unie stappen. En dus hebben wij gezegd, oké, we willen de politiek naar het Europees niveau tillen. Juist dus ook door om elk land ons voor dezelfde punten hard te maken. En dat is een wezenlijke andere manier van naar politiek kijken, wat nationale partijen niet doen. Ja, het is zeker een nieuw geluid. Maar denk je dat het dat het ook wel een soort van hype is? Dat er een hoop mensen zijn in Nederland bijvoorbeeld. En ik denk vooral van Maartens leeftijd, dat ik wil niet mezelf nog jongeren noemen. Maar die eigenlijk wel toe zijn aan iets anders dan wat er de afgelopen jaren gebeurt. Omdat jongeren gewoon merken dat er voor hun niet zo heel veel gedaan wordt. Nou, ik hoop dat veel jonge mensen ook klaar zijn met de politiek van de afgelopen jaren. Omdat we zien dat we daar weinig vooruitgang mee boeken. En ja, ik denk niet dat het een hype is. Hè. We zitten in heel Europa. Het mooie van Volt is dat we vanaf onderop ook ons beleid maken. Dus iedereen spreekt mee. Dat doen we ook op het digitaal platform waar we met alle mensen in heel Europa mee samenwerken. Juist om op een andere manier naar die problemen te gaan kijken. En ik zal hem even maken van veel jonge mensen zijn zonder de gulden opgegroeid. en zonder grenzen. En die kijken echt op een andere manier naar de toekomst dan dat de huidige politiek op dit moment doet. Ja. En jullie profileren je nogal als anti-nationalistische partijen weg van het nationale denken. Wat is er in jouw ogen eigenlijk mis met een beetje nationalisme? Nou, kijk, dat je trots bent om Nederlander te zijn. Hè. Ik ben ook trots op dat ik Brabander ben. Ik ben trots dat ik Nederlander ben. Dat zijn volgens mij allemaal identiteiten die naast elkaar kunnen bestaan. Dus daar is helemaal niks mis mee. Het gaat fout op het moment dat je jezelf als een groep gaat typeren die anders is dan anderen en daarmee beter is. En dat je dus angst gaat creëren voor een andere groep. Angst voor een buitenstaander. Angst voor andere groepen in de samenleving. En dat is een nationalisme... waarbij je ook nog het verleden verheerlijkt en daarmee dus eigenlijk soort propageert dat we terug moeten naar het verleden, dan ga je volgens mij de verkeerde kant op. En dat is echt hetgeen waar we ons tegen afzetten. Hè. Dat is ook waar de Brexit door ontstaan is. Dat de Britten zouden weer heel zeggenschap terugkrijgen. Hè. De Britse of de vis zou weer Brits worden. En dan zouden de vissen zelfs blijer zijn. We zien nu dat de Brexit is geweest. Heel veel vissers, en er was laatst een filmpje op social media van een visser die dus uitlegde waarom hij zo spijt had dat hij Brexit had gestemd. Hij zei, ik heb nooit beseft dat ik zoveel zaken deed met de Europese Unie en mijn hele werkende leven, 44 jaar, een bedrijf opbouwen, stort gewoon nu helemaal in elkaar. En hij zei, ik heb me mee laten slepen in dat nationalisme, in dat geluid van take back control en get Brexit done. Ja, dat is niet meer hoe de wereld werkt. En dat is volgens mij wat fout is met nationalisme. Ja. Maar dat je staat te juichen op het moment dat Nederland zelf al speelt, dat doe ik ook. En dan sta ik voorop. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, daar mag je ook trots op zijn. We hadden het vorige week met Klaas Dijkhoff even kort over die Moria-situatie, die al dan niet opnemen van vluchtelingen. En jullie partijprogramma ziet er best wel idealistisch uit, maar soms in mijn ogen ontbreekt een beetje de praktische oplossing. Ik vroeg me af, hoe kijk je tegen zo'n situatie aan? Hoe zouden jullie als Volt dat het liefst oplossen? Nou, laat ik vooropstellen dat de situatie in Moria, dat echt een schandvlek is van Europa. Ik bedoel, we leven in een zeer welvarend continent en er zitten nu in kampen mensen die in zeiknatte tenten zitten, natte slaapzakken, waar de kinderen door ratten 's nachts gebeten worden. En de politiek doet er eigenlijk niks aan. En op dit moment zie je ook dat de Nederlandse politiek zich verschuilt achter het verhaal van dat moeten we Europees oplossen. Wij zeggen met Volt ook van uiteindelijk moeten we naar een Europees humaan migratiebeleid, waarin we afspraken met elkaar maken van op het moment dat er vluchtelingen komen, dat die aankomen en dat we die
evenredig verdelen over de landen. Hè, dus op dit moment zijn voornamelijk Griekenland en Italië zijn eigenlijk degene waarvan wij zeggen, oké, okay, ze komen bij jullie aan en jullie regelen het maar. Is dat dan evenredig gewoon naar het aantal inwoners wat je hebt of naar het oppervlak wat je land heeft? Ja, naar het oppervlak en naar het inwonersaantal. En je kunt ook kijken naar welvaart. Dus dat je op die manier gaat kijken van hoe kun je mensen het beste verdelen over, maar over Europa. Dan heb je natuurlijk altijd nog te maken met landen als Hongarije en Polen die daar totaal niet op zitten te wachten en die dat gewoon niet doen. Toch? Precies, en dat is echt een uitdaging. En daarvan zouden we kunnen zeggen op het moment dat dat niet gaat werken, dat zij extra bijdragen om te zorgen dat we de vluchtelingen in andere landen goed kunnen opvangen. Maar dus dat ze op een andere manier daaraan bijdragen. Financieel bereidbaar. Ja, precies, ja. Hè? Want uiteindelijk een probleem van de Europese Unie is dat alle landen hebben ook een vetorecht. Hè? Dus kunnen besluitvorming ook tegenhouden. Ja, en mensen moeten ook daadwerkelijk opgevangen worden en goed opgevangen worden. En dus niet in een land dan terechtkomen wat hen eigenlijk liever kwijt dan rijk is. Maar hoe zou je dat dan echt concreet voor je zien? Bijvoorbeeld nu komen heel veel vluchtelingen aan op bijvoorbeeld Moria of Lesbos. Is dat volgens mij een tijdje geweest. Stel die jullie zouden gewoon naar de macht komen, veel landen, en je zou dat kunnen regelen hoe je het zou willen. En in wat voor situatie zou zij dan terechtkomen in Italië of zou dat, of Griekenland? Of zou dat helemaal niet per se dan daarover zijn? Nee, dus je zou zorgen dat mensen daar zo snel mogelijk naartoe kunnen komen. Dat je hele snelle procedures hebt, zodat je ook meteen weet van waar zijn mensen aan toe. Hè, mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, die vang je natuurlijk meteen op. Je zorgt dat ze toegang hebben tot psychologische hulp, dat ze toegang hebben tot de taal, dat ze toegang hebben tot een woning, tot onderwijs, tot de arbeidsmarkt. Maar dat moet je wel met alle landen doen. Dus je wilt ook zo snel mogelijk zorgen dat die vluchtelingen geallokeerd worden naar het land waar ze het liefst, waar ze zelf naartoe zouden willen, of waar ze eventueel familie hebben, of maar in ieder geval verdeeld worden over de hele Europese Unie. En stel nou, je hebt een aantal punten waar die mensen zich in eerste instantie bijvoorbeeld zouden kunnen melden. Ik vind het klinkt niet zo heel netjes. En je hebt afgesproken dat als er 1 miljoen komen, dan verdelen we het. Bijvoorbeeld Nederland neemt er 50.000 op, Duitsland neemt er 150.000 op. Maar wat nou als er dan weer zo'n crisis uitbreekt zoals in Syrië en er komen ineens bijvoorbeeld 3 miljoen vluchtelingen. En je hebt met al die landen dat afgesproken, maar sommige landen zeggen dan toch van dit past bij ons niet. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag van, kijk, we zitten natuurlijk met ook een klimaatcrisis die eraan zit te komen. Mm. Hè? En als dat zo doorgaat, dan zullen er ook heel veel klimaatvluchtelingen komen. Dus daarom en dat is ook een beetje waar ik op doelde. Ja, dus en dat is natuurlijk een daarvan zou je eigenlijk moeten zeggen, dat wil je zoveel mogelijk voorkomen. En daarvoor is het ook belangrijk dat die afspraken nu al wel goed gemaakt worden. Maar eigenlijk ja, hoop je natuurlijk dat dit soort dingen voorkomen gaan worden. Want op het moment dat zoveel mensen op drift gaan, die moeten vluchten voor hun huis en haard. Ja, dat is natuurlijk al verschrikkelijk. Ja, en je wilt natuurlijk ook voorkomen dat het draagvlak in Europa helemaal weggaat. Ja, ik vind het wel lastig, want jullie hebben volgens mij ook een punt met ongelijkheid, kansenongelijkheid in jullie partijprogramma staan. Maar als je ergens, dus dat het uitmaakt waar je bent geboren, weet ik het wat, dat je daarvoor moet zorgen. Nou, dat wil je dan breder trekken, ook naar Europa. Maar als er ergens ongelijkheid bestaat, dan is dat wel tussen iemand die in Europa is geboren en iemand die bijvoorbeeld in Afrika is geboren. Zeker. En waarom trek je dan de grens bij Europa? Ik bedoel, waarom is niet iedereen die vlucht van zijn huis en haard, of het nou oorlogsvluchtelingen zijn en een vluchtelingenstatus hebben, of dat het gewoon immigranten zijn, waarom zijn die niet allemaal welkom in binnen de Europese Unie? Waarom stel je überhaupt grenzen? Ja, ik denk dat je uiteindelijk ook realistisch moet zijn. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staan dat we juist willen zorgen dat gelijkheid in de wereld ook gepromoot wordt door veel eerlijkere handelsverdragen te hebben. Hè? Dus door te zorgen dat er handelsbarrières juist geslecht worden om te zorgen dat mensen in andere landen dus veel beter uit die economische ellende kunnen komen. Dus dat is ook heel belangrijk. Hè? En daarvoor is het ook belangrijk dat we ontwikkelingssamenwerking doen. En je moet ook gaan kijken naar legale manieren van migratie. Hè? Want we moeten ook kijken van, ja, straks hebben we in Europa ook bepaalde arbeid die we nodig hebben. Ja, maar wat ik eigenlijk probeer te vragen is, ik denk dat je het nog veel breder, ik zit er best wel vaak over na te denken van, ja, er komen natuurlijk op een gegeven moment, zeker met die klimaatverandering, stromen van mensen naar de betere delen van de wereld. Ja. Waarom is het ene mensenleven nou meer waard dan het andere mensenleven? Puur omdat die is geboren op de juiste plek. En
Dus dat vind ik eigenlijk het moeilijkste. En dan ga je over handelsbarrières praten, maar dat vind ik een beetje... Ik vind het eigenlijk niet echt concreet of zo. Ik vind het moeilijk. Maar kijk, je wil uiteindelijk natuurlijk zorgen dat je mensen uit de armoede haalt, hè, wereldwijd. En dat wil je doen door vele eerlijkere ook handel met elkaar te drijven, zodat die mogelijkheden er ook zijn en dat die klimaataanpak daar ook gaat werken. Maar ik ben het helemaal met je eens van, het ene leven is niet meer waard dan het andere. Alleen... Kijk, ik denk ook niet dat je kunt zeggen van... we leven in een wereld zonder grenzen. Want dat leven we namelijk op dit moment niet. Hoe mooi dat wel natuurlijk zou zijn... als er in de wereld helemaal geen grenzen meer zouden zijn. Maar ja, op dit moment is dat ook niet realistisch... om daar, denk ik, op die manier naar te kijken. En dan moet je kijken van... hoe kun je als Europese Unie... kun je zorgen dat je een bijdrage levert aan de wereld? Ja, dat is dus door te zorgen dat mensen... zelf ook vanuit die ellende naar boven kunnen komen. Ja. Is dat de droom van Volt voor de 22e eeuw? Volt wereldwijd, geen grenzen meer? Nou ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar kijk, onze ambitie is nu eerst om te zorgen... dat we in Europa veel beter gaan samenwerken. En dat Europa ook een continent wordt wat veel socialer is... en wat veel beter ook voor veel mensen gaat werken. Niet alleen maar voor de grote bedrijven bijvoorbeeld. Maar ook dus dat er betere afspraken in de wereld worden gemaakt... op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van mensenrechten. Ja, juist om te zorgen dat we ook een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ja. En hoe zit dat nou? Want als ik de VVD zie, dan zie ik Mark Rutte als leider. Dan heb ik het idee van, er wordt niks besloten... zonder dat hij zijn fiat daaraan geeft. Maar hoe zit het bijvoorbeeld als er meerdere... Heb hij een fiat? Hè? Heb hij een fiat? Ja, 500. Ik snap het niet. Maar hoe zit het dan als er meerdere leiders zijn... van verschillende Europese landen van Volt? Hoe zorg je dan dat die met alle neus dezelfde kant op staan? Ja, uiteindelijk Volt is ook Europees gezien een ledenpartij. Hè, dus uiteindelijk bepalen de leden van welke richting we met elkaar omgaan. Dus elke jaar hebben we twee bijeenkomsten Europees geregeld... en dan wordt er gestemd over beleid, over het verkiezingsprogramma. En dat is natuurlijk ook hetgeen waar de vertegenwoordigers van Volt zich voor in moeten zetten. Dus uiteindelijk, de leden bepalen het. Maar ik vind het wel een hele interessante vraag, omdat ik deze vraag eerder ook heb gehad. En toen zei ik ook van, wij gaan nu voor het eerst meedoen aan nationale verkiezingen. We zitten in het Europees Parlement en in lokale regionale gemeenteraden van Italië, Duitsland en Bulgarije. Maar we hebben dus nog niet een situatie waar inderdaad, in meerdere nationale parlementen zitten. We hebben één iemand in het Europees Parlement. Dus heb je dan net als de VVD echt één iemand Volt leidt? Ik denk het niet. Ik denk dat Volt uiteindelijk ook een beweging is van meerdere leiders. En dat zal zich ook daarin uit moeten gaan kristalliseren. Maar dit is wel een punt wat we ook nog wel echt verder moeten uitwerken. Het klinkt ook wel als een hele vruchtbare grond voor een hoop splinterpartijen straks. Dat als Volt bijvoorbeeld in Nederland op een gegeven moment 25 zetels pakt en het gaat heel goed, maar dan wil die Europese, de moederpartij wil een beetje de andere kant op. Maar jullie denken, flikker op, ik heb nu lekker 25 zetels hier en dan zou ik het roer omgooien. Maar dat is toch ook gewoon het klassieke voorbeeld van beginnende partijen die snel groeien. Daar gaat toch op een gegeven moment 50 plus, FVD, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. En uiteindelijk Lijst Dassen. Ja, dat wordt splinteren, Laurens. Samen met Henk Krol. Hoe kijk jij naar zetelroof eigenlijk? Heb jij het dieren van Haga hier? Nee, maar dit is een heel terecht punt, hè. Want juist ook omdat we zijn ook snel aan het groeien. En daarom zullen we ook moeten zorgen dat na de verkiezingen... dat we echt ook weer zorgen dat we onze basis goed op orde hebben. Dat we goed kijken van welke mensen zetten we... die zijn geschikt voor welke posities... juist om te voorkomen dat je inderdaad in de situatie komt waarin je en te snel groeit en het op een gegeven moment helemaal uit elkaar knalt. Dus het is heel belangrijk dat je daar heel veel tijd en aandacht aan besteedt. Ja. Dan even voetbal. Ik moet eerlijk zeggen, wij dachten Laurens Dassen, dat is een hockeyer, dachten we eigenlijk. Ik dacht of cricket. Of cricket, hè. Maar toen kwamen we hier binnen en wij zitten altijd een beetje te pielen met een balletje. En toen op een onverdekt moment, toen wij even niet keken, zag ik uit mijn ooghoeken jou een soort rond de wereld trucje doen met je linkerbeen. En toen dacht ik, het is toch een voetballer. Hij heeft helemaal geen makkelijk schoeisel aan. Hij heeft geen makkelijk schoeisel aan, nee. Dat was helemaal niet slecht. En toen hebben we even een potje two-touch gedaan. En we hebben dat 2 weken geleden met Azarkan gedaan, jongens. Hoe liggen de verhoudingen? Ja, Azarkan is iets ouder, denk ik. Dus hij heeft nog
genoeg tijd om, om naar dat niveau toe te rijpen. Maar het viel me niet tegen. Geen onaardige voetballer. Dat loopt elkaar niet veel, hoor, denk ik. Oortjes tik kunnen uitdelen bij Maarten, geloof ik. Hè? Ja. Bedankt, Thomas. Maar dus, heb je iets met voetbal? Heb je gespeeld? Zeker. Wat doe je? Ik ben opgegroeid in een klein dorp in Knechtsel. En daar heb ik jarenlang bij de Knechtselse Boys gespeeld. Mm-hmm. En ik denk tot mijn 23, 24 gevoetbald. Ja. Positie? Middenvelder. En ik heb zelfs nog een tijdje bij FC Eindhoven stage gelopen. Kijk. Campings Elftal heb ik nog een keer... Camping Elftal, wat zei je? Campings Elftal. Daar zit ik op de bank, ja. Camping Elftal. Dus ik heb heel veel gevoetbald. Vroeger dan in de jeugd en dan in het weekend met senioren, zaalvoetbal. Altijd ontzettend veel plezier eraan gehad. En als het aan Volt ligt, spelen wij dan over een paar jaar in de Beneliga, de Belgische en Nederlandse competitie, bij elkaar? Of is dat geen ambitie van jullie partij? Duitsland erbij, Frankrijk erbij. Alles. Dat doen we eigenlijk nu al een beetje, toch? Met de Champions League, de UEFA League. Maar we zijn een beginnende partij, hier hebben we nog geen beleid over. Ik weet niet. Ik doe een wilde uitspraak. Ik vind het zelf, Harry van Rai, ik ben zelf kom uit Eindhoven, mm-hmm. PSV-supporter. Ik weet eigenlijk niet of ik dat hier aan tafel kan zeggen. Maar de tweede van de reeks. PSV valt wel goed in Rotterdam. Ja. En Harry van Rai was volgens mij een voorstander van juist het opzetten van een Benelux-competitie. Om makkelijker ook de strijd aan te kunnen gaan met de grotere landen. Ik weet niet of dat een echte toegevoegde waarde is voor het voetbal. Ik ben eigenlijk meer benieuwd van hoe jullie daarnaar kijken. Lijkt jullie? Ja, ik hoef jou eigenlijk eerst te vragen. Ik vind dat iets voor de analist van FC Rijnmond. Thomas. Nee, ja, ik denk dat alleen maar de kwaliteit van het voetbal in Nederland beter zou maken. Maar ik zie wel een paar valkuilen, want volgens mij is het belastingstelsel in België bijvoorbeeld heel anders. Dus volgens mij gaan ze Europees regelen? Ja, als je in België gaat voetballen, dan hou je daar meer geld aan over. Dus dan is er toch wel sprake van oneerlijke concurrentie, zeg maar, tussen die twee clubs. Dus dat zijn wel echt dingen waar je duidelijk afspraken over moet maken. Maar als je het niveau omhoog brengt, dan komt er uiteindelijk ook meer geld binnen. Dat het spannend en spectaculair is voor de toeschouwer, maar dat de clubs waar wij spelen dan wel aan het kortste eind gaan trekken. En niet bij de hoogste regionen mogen meedoen. Ja, dus die clubs die zijn vooral de grootste tegenstander. Dat is wel een bizar verschil. Kijk, wat jij speelt bij Sparta, dat is een beetje rechterrijtje Eredivisie. Ja. Daar zal een topspeler een keer hoog in tussen de ton en de 2 ton verdienen, denk ik. Misschien een keer net erboven, maar... Bart. Hoeveel verdien je? Ja, jij 3, maar gemiddeld bij jullie is het, denk ik ruim onder de 2. Maar ik ken jongens die in België op het tweede niveau spelen. En die zitten daar 3,5, 4 ton. Dat is echt een ziek verschil. Nou, dat is wel echt heel veel. Ja. Maar dat is ook een beetje de vraag van wat wil je uiteindelijk gaan bereiken met voetbal en met de competitie? Hè? Van hoe groot wil je het gaan maken? En ik vraag me af en toe ook wel eens af als ik kijk naar Real Madrid, Barcelona. En ik zie de bedragen die daarmee omgaan. Wat er voor spelers wordt betaald. De bedragen die spelers verdienen. Thomas vindt dat normaal, maar wij vonden dat niet zo. Nee, maar dus dat ik me wel eens afvraag van... Ja, gaat het dan echt over voetbal of zijn het vooral commerciële belangen die nog spelen? Ja. En dat is bij hier natuurlijk ook van... Is het vanuit een commercieel belang of is het inderdaad dat de competitie er beter op wordt... en dat het dus interessant wordt voor de toeschouwers? Ja, volgens mij allebei toch. Op het moment dat de commerciële belangen gediend worden... komt er meer geld binnen, kan je dus betere spelers halen. Dus uiteindelijk gaat hoe dan ook, als er meer geld binnenkomt... dan gaat het niveau omhoog, dat kan maar niet anders. Over grootverdieners gesproken. Ik denk de absolute grootverdiener van onze podcast is de Haagse Insider. En die heeft een prangende vraag voor je. Volt, wat ampère. Ik kan die tv niet aanzetten of ik zie hem al. We zitten die Laurens Das. Ik word er helemaal gek van. Hey Das, nu je eindelijk een bekende Nederlander bent, moet je wel opletten op die roddelpersen. Heb je nog schandalen van vroeger in je studietijd? Ik zou ze maar voor zijn. En nu heb je de kans om de roddelpers voor te zijn. Want de Telegraaf komt je anders echt halen. Ik zou met niemand willen ruilen. Oh, helemaal. De Telegraaf komt je halen, Laurens. De Telegraaf komt me halen. Nou, dat is op zich positief. Dan kan ik daar eigenlijk mee naar huis. Heb je nog... Zijn er nog... wat gebeurt hier? Gaat helemaal mis. Ja, geen idee.
Dankjewel, Kareel. Zijn er nog mooie schandalen uit je studietijd die je nu nog eventjes op tafel wil voordat het... Nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk ook wel eens compleet dronken naar huis gegaan en op de bar gestaan en dat soort dingen. Maar geen hele grote schandalen waarvan ik denk van dat mag absoluut niet naar buiten komen. Dus je bent zorgvuldig gescout door de clubleider. Ja, door precies. De er is een goede check gedaan. Ja. En ik heb van alles moeten aannemen. Heb je nooit bij een fout studentenvereniging iets of zo gezeten? Ik heb wel bij een studentenvereniging gezeten, maar niet fout. Ben je ontgroend? Ja, zeker. Wat moest je doen? Wat moest ik doen? Nou, voornamelijk heel lang in een rij staan. Wat vind je daarvan eigenlijk? Want ik weet dat heel veel mensen die nooit bij een studentenvereniging hebben gezeten, die kijken daar echt met afgrijzen naar. Die denken echt van, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vond zo'n studentenvereniging ontzettend leuk, vond ik heel interessant. En toen dacht ik, ja, daar ga ik me gewoon bij aanmelden. Maar ik heb ook wel eens laten vertellen dat zo'n ontgroening ook wel een bepaalde psychologische waarde heeft. Dat je naar elkaar toegroeit als jaargenoot. Ja, maar ik denk ook wel dat het verschilt per studentenvereniging hoe zwaar zo'n ontgroening is. En dat viel bij ons allemaal reuze mee, hoor. Dus dat is niet dat... Bij de light versie van... Ja, dat denk ik wel. Het was niet dat je echt helemaal... Nee, dat viel allemaal reuze mee. Wat was je voor leerling in de klas? Wat was je voor jong in de klas? Op de middelbare school was ik heel rustig. Ja. Niet super actief met leren bezig. Voornamelijk bezig met buitenschoolse activiteiten. Dus veel voetballen, ik maakte muziek. Veel met vrienden bezig. En in mijn studententijd was ik ook veel bezig met alle activiteiten eromheen. En op een gegeven moment is die knop omgegaan en toen was het in de biep. Studeren. Wat denk jij? Instrumentje? Ik zit even te kijken. Ik denk iets met een fluit of zo. Nee, ik denk piano. Piano? Nee, ik denk saxofoon. Ik heb zeker piano gespeeld. En bariton. Dat is een kleine tuba. Ja, toch een blazertje. Wat me opviel is... je zegt een aantal interviews dat je tegenwoordig rondkomt van €1.500 in de maand. Misschien een beetje een persoonlijke vraag, maar... Dat doet Bart in de week, denk ik. Ik wist dat die ging komen. Maar eerlijk gezegd... We waren onder de indruk van Lilian Marijnissen. Die vertelde dat modaal, net boven modaal, ja, geloof ik, met z'n allen en de rest allemaal inleverde. Maar jij doet er nog even een schepje bovenop. Maar je ziet er chic uit. Het is best een bescheiden inkomen om van rond te komen. Die schoenen zijn zeker al... 250. Ja, €100. Maar nee, ja, klopt. Ik heb 2,5 jaar geleden mijn baan opgezegd. Toen werkte ik bij ABN AMRO. Daar zat ik tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ik was namelijk afgestudeerd in de financiële crisis. Dus ik dacht, als er ergens veel gaat gebeuren, dan is het in die wereld. En toen heb ik op een gegeven moment voor de keuze gestaan. We zijn Volt aan het opzetten, maar we hebben geen geld en geen mensen is geen geld. Geen geld is geen mensen. Dus als we dit echt verder willen brengen en we geloven hierin, dan zullen we zelf ook de stap moeten maken om hier fulltime voor aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus toen heb ik samen met Reinier mijn baan opgezegd. Eerste 1,5 jaar van mijn spaargeld kunnen leven. Toen dat op was, toen heb ik nog 4 maanden een klus kunnen doen bij ABN AMRO, mm-hmm, part-time. En daarna heb ik gezegd bij Volt, ja, ik wil graag verder en fulltime. Alleen dan heb ik wel in ieder geval een basisinkomen nodig dat ik mijn huur kan betalen en af en toe nog een keer een trui of een shirt kan kopen. Maar goed, het was zeker wennen, want je komt vanuit een groot bedrijf met een goed salaris. Alles is goed geregeld. Je bent carrière aan het maken en uiteindelijk een week later zit je in een keuken bij mensen thuis omdat je geen werkruimte hebt samen met wat andere mensen. Een beetje zoeken van hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit vormgeven. Het is een compleet andere ervaring geweest. Mm-hmm. Maar wel een ervaring waarvan mijn vriendin ook zei van... Alans, ik heb je nog nooit met zoveel passie en energie ergens over horen praten en je actief voor zien inzetten. Dus volgens mij moet je dit ook gewoon gaan doen. En ja, als je dan nog geen hypotheek en geen kinderen hebt, dan kun je zo'n sprong natuurlijk ook nog een keer maken. Is het niet, wat dat idee kreeg ik een beetje misschien, maar dat is een beetje kort door de bocht. Maar bij de SP doen ze natuurlijk om de grip op hun eigen achterban niet kwijt te raken. En om te laten zien dat zij zelf in hetzelfde schuitje zitten. Dat salaris inleveren bedoel je? Ja. Maar is dat voor jou ook misschien wel een drijfveer geweest? Dat je dan weet van hoe andere mensen moeten leven die... op het minimuminkomen zitten? Nee, want ik denk niet dat dat een vergelijk is. Want kijk, ik heb hiervoor een goede baan gehad. Ik woon op een hartstikke mooie plek. En eigenlijk, weet je, ik heb nu €1.500, maar ik heb echt helemaal niks te klagen. Ja. En ik geloof dat mensen die echt tegen de armoedegrens aanzetten, financiële stress hebben, echt moeten rondkomen van
een bedrag waar ze ook hun kinderen mee moeten voeden en noem maar op. Dat dat toch wel echt anders is dan wat ik nu aan het doen ben. Dus dat is niet te vergelijken, denk ik. Staan jullie dicht bij die mensen, denk je? Als, We hebben een hele sociale agenda. Ik vind wel dat we de komende jaren ook in moeten zetten om te zorgen dat we nog veel meer met die mensen in gesprek gaan. En dat ze ook veel meer onderdeel nog worden van Volt. Want dat is hoe zou je dat willen doen? Okay. Nou, dus door daar actief naartoe te gaan. Dus met mensen gewoon in gesprek te gaan. Bij mensen in de regio langs te gaan, bij boerenbedrijven langs te gaan, naar mensen in de wijken toe te gaan. Juist om te zorgen dat je ook hoort wat er leeft en ook laten zien wat Volt kan betekenen voor die mensen. Dat is wel misschien een uitdaging, want het klinkt een beetje zo alsof jullie zo geworteld zijn in Europa. En dat betekent dat per definitie dat je nogal ver weg af lijkt te staan van, laat ik zeggen, de normale man op straat. Maar dan ga ik hem toch maken. Europees dan mag je denken, lokaal handelen. Yes! Ja, kijk eens even. Is iemand al compleet? Zijn we er nu? Was Gert-Jan Segers gisteren niet goed ingelicht met zijn vraag over jullie willen het allemaal Europees centraal gaan regelen. Vergeet je dan niet om nee, want dat willen we juist ook helemaal niet. Hè? Ja. We willen juist zorgen dat die dingen die we het beste Europees kunnen aanpakken, zoals klimaat, veiligheid, dat we dat ook daadwerkelijk Europees gaan doen. Maar we zeggen bijvoorbeeld nu ook onderwijs, dat is echt een nationale aangelegenheid, want dat hebben we in Nederland gewoon anders geregeld dan in andere landen. Dus daar hebben we in Nederland een hele sterke agenda voor, om te zorgen dat eigenlijk al begint bij kinderopvang en gratis kinderopvang. De hybride leraar. De hybride leraar, juist om te zorgen aan de ene kant dat lerarentekort wordt opgelost, maar aan de andere kant ook dat kinderen veel meer in contact ook komen met de verschillende beroepen die er zijn. Dus dat denk je dat het echt werkt? Ja, ik denk het wel. Dus dat er een keer een tegel zetten voor de klas staat, een keer een advocaat, een keer, noem maar op. En ik denk dat dat hartstikke mooi zou zijn. Over advocaat, dan is het bruggetje snel gemaakt naar, niet naar Dick per se, maar wij hebben natuurlijk ook trainers. En ik denk dat een trainer ook een soort docent is. En op het moment dat een trainer heel veel van voetbal weet, betekent dat niet dat hij ook daadwerkelijk een goede trainer is. Soms zelfs een belemmering. Ook over kunnen brengen, zeg maar. En ik denk als je een docent bent, dat echt een vak is. Zeker. Dat je iemand uit de beroepsgroep voor de klas zegt, betekent niet dat die kinderen daar heel veel van gaan leren. Nou, ik denk ook niet dat je het zou moeten zien als iemand die dus structureel voor de klas gaat staan, maar wel dus dat je zorgt dat kinderen veel meer in contact komen, ook met hybride leraren. En daar kun je natuurlijk ook zorgen dat daar een soort opleidingstraject ook voor is. Maar hoe bedoel je niet structureel? Dat een hybride leraar één keertje per jaar of zo langskomt? Dus dat je kunt kijken van, dus dat je mensen dus opleidt om dat te doen. En dat die dan gedeeltelijk voor de klas staan. Dus niet vast, want dan is het niet meer hybride. Maar dus dat ze één dag in de week... Maar dat is wel structureel toch? Oké. Okay. Dus leren de kinderen één dag in de week leren ze niks, omdat die er niks van kan. Nee, maar goed, het moet natuurlijk wel goed werken. Want anders heeft het geen zin. Dus ik denk dat het toegevoegde waarde kan zijn. Dat het juist een verbreding is in het onderwijs van wat we nu hebben. En ik denk dat het ook kan helpen om de basisscholen en de middelbare scholen om juist extra kracht daarbij te zetten. Welke beroep zou er dan zeg maar bij uitstek geschikt voor zijn? Ja, ik denk dat je dus verschillende soorten beroepen moet hebben. Dus dat, er eentje moet kiezen die als eerst gaat. Nou, arts zou ik heel mooi vinden. Als kinderen daar ook veel mee in aanraking zouden komen. Ik heb fysiotherapie gestudeerd en daar op die opleiding was het eigenlijk wel zo. Dat je geen les mocht geven als je niet ook daadwerkelijk nog in de praktijk werkte. Dus dat waren allemaal part-time leraren. Maar de ene kon het wat beter dan de ander, laat ik het zo zeggen. maar ik denk dat dat met veel dingen is. Maar dan kun je mensen natuurlijk ook begeleiden en helpen om te zorgen dat dat op het juiste niveau ontwikkeld wordt. Ja. Nou. Dan de transfermarkt. Want ik las dat Volt als beweging zocht naar enthousiaste vertegenwoordigers in de landen op zich. Dus jij bent op de een of andere manier ook gescout, vermoed ik zo. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? ik denk niet dat ik echt gescout ben. Kijk, ik ben natuurlijk heel actief al binnen Volt langere tijd geweest. Ben ik voorzitter geweest. En op een gegeven moment komt er een traject waarin we een oproep doen en dan kunnen mensen zich melden. Ja. En toen heb ik heel lang over nagedacht van wil ik dit en durf ik het en kan ik het? En heel veel met mensen ook over gesproken, zowel binnen Volt als buiten Volt. Van moet ik dit gaan doen? En toen we op een gegeven moment aangemeld, dan ga je een traject in, dan word je gesprekken met de kandidatencommissie, die natuurlijk bepaalde vragen gaan stellen, ook over je achtergrond.
En weten van inderdaad, van zitten er nog lijken in de kast? en uiteindelijk ja, word je dan voorgesteld aan de leden. Heb je toen echt gezegd, nee, er zit geen, er is niks? Of heb je toen gezegd, nou, er zou nog wel iets, een klein dingetje, maar in principe is het nee, helemaal niks. Echt helemaal niks. Zou het bij jou iets naar buiten kunnen komen, Bak? Ik kan me niet voorstellen, maar bij jou? Ik kan het me ook niet voorstellen. Het is hier heel stil naast me. Ik zeg niks. Nee, verder dan... Ik heb één keer een nacht in de cel gezeten, maar... Heb je er iemand met de hamer achterna gezeten? Nee, toen ben ik op tijd tot één keer... Nee, ik heb echt, ik ben echt schoon op dat gebied. Man. Ja? Ja. Jij, Bart? Brandschoon. Geloof jij? Nee. Geloof jij hem, Laurens? Jawel, ik wel. Dat zie je. Ja. Soort zoekt soort, hè? jullie hebben wel een... Nou ja, wat ik meekreeg, een groepje van redelijk vermogende mensen achter de partij, achter de beweging. Wij zaten te denken een beetje de Roman Abramovic van Chelsea, die goed gevulde zakken heeft om de partij mee te versterken. Jullie gaan 4 of 5 zetels misschien wel halen. Welke topaankoop zou Volt nou moeten of willen gaan doen om de partij te versterken? Ja, ik denk dat 80% van de tekst uit mijn koker komt. Maar dat maakt het niet uit. We hadden van tevoren, zitten we dan een beetje voor te bespreken. Toen zei hij volgens mij, Maarten, ik speel deze naar jou toe. Maar... Nee, dat komt dat is de YouTube-speler, die komt zo. Oké. De YouTube-speler. Die komt er zo aan. Hij surft dan wel weer lekker op onze tekst overlaag. Het maakt helemaal niet uit, joh. We gunnen het hem ook, die stap met Alpa straks. Zometeen komt de YouTube spelen, maar eerst even de Abramovic. Ja, nou ja, ik denk dat, maar dat vind ik zelf ook een inspirerende vrouw, Samantha Power. Zij is een Amerikaanse alleen. Misschien zou Angela Merkel nog een mooie transfer willen maken. Kan van lange carrière in de politiek. Kan Van Lanschot die betalen? Nee, maar goed, kijk, er is nu de afgelopen week ook veel geschreven over waar het geld vandaan komt bij Volt. Ja. Daar zijn we ook heel transparant over. Hè? Dus op onze website zetten we alle bedragen boven de 3000 euro zetten we online. En daarin zijn er enkele mensen die hebben 10.000, 20.000 euro overgemaakt. Dat zijn veelal mensen die ook naar ons toe zijn gekomen op basis van ons programma. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Zeggen die dan, we willen wat in de melk te bokkelen hebben? Nee, of het is gewoon absoluut. Hier heb je geld. Dus het is ook heel duidelijk van het enige wat je doet is je steunt het idee. En daar houdt het ook verder mee op. Maar dat zeggen ze in de voetbal, zeggen ze dat ook altijd. Zeg ze, weet je, die hoofdsponsor, dat is gewoon, die sponsort alleen. Maar je weet, dat zeggen ze dan naar buiten. En je weet gewoon als speler dondersgoed. Dus, hey, maar ja, maar die hoofdsponsor staat ook meteen op het shirt. En, ja, maar is... ik weet, ja, de hoofdsponsor, die, als hij dan zeg maar niet gekend wordt in sommige beslissingen. En hij is het niet mee eens, dan uiteindelijk, dan kan je kiezen. Zeg maar, of hij stopt ermee, of je kent hem toch een beetje. Merken jullie dat in de kleedkamers ook? In de kleedkamer niet direct, maar... Nou, ik weet wel, bij Heerenveen zat er gewoon nog 2 oude mannen, zeg maar. Ik heb bij Heerenveen gespeeld een paar jaar. En er zaten 2 oude mannen en die werd in ieder interview gezegd van... Ze hebben veel voor de club betekend, maar nu... Ze hebben niet eens meer een adviserende rol. Ze zijn altijd welkom. Er staat een standbeeld, ze mogen komen kijken, maar verder niks. En dan stonden ze gewoon ineens weer langs het trainingsveld. En dan zag je die trainer weer praten en dan hoorde je weer een beetje geroezemoes. En dan werd er ineens wat beslist. Ja? En dan werd naar buiten weer gezegd... Ze bepalen niks, het zijn gewoon fans, maar dat was gewoon bullshit. Nou ja, dat is bij ons in ieder geval niet het geval. Dus die geldschieters gaan zich mengen. Nee, absoluut niet. Dat gebeurt. Dat is, ja, dat absoluut gewoon niet. Gewoon helemaal zo'n deze nu. Daar zijn we heel duidelijk over dat dat niet het geval is. Kijk, we hebben nu 350.000 euro uiteindelijk bij elkaar weten te sprokkelen voor het campagnebudget. Ik denk dat de helft daarvan is ongeveer grotere donaties. Dus 1.000 euro plus. Met een uitschieter naar 25.000. Ja. We hebben 2 keer 25.000 euro ontvangen. En de rest zijn allemaal kleine donaties. Dus we hebben ongeveer meer dan 5.000 kleinere donaties gehad. Om uiteindelijk zo'n bedrag op te halen. Dus ik weet niet, 350.000 euro, wat we daarvoor kunnen transfereren. Kan je Bart 1 jaar, denk ik, als hij zijn huidige salaris wil houden, kan 1 jaar tekenen. Ik zat aan Frans Timmermans te denken. Is dat niet wat voor je? Frans Timmermans. Ja. Nou ja, zeker. Dit is volgens mij een echte Europeaan. Maar ook wel een PvdA natuurlijk. Ja. En ik denk niet dat hij snel de overstap zal maken. Hoezo niet? Nou, ik denk dat hij nu in zijn rol als eurocommissaris, dat hij daar prima zit. Maar dat heeft in principe niks te maken met het verschil tussen PvdA en Volt, toch? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Frans Timmermans zich ook wel heel goed in het idee van Volt kan vinden. Het zou toch best logisch zijn als je wat links de gedachtegoed aanhangt, maar je werkt bijvoorbeeld zoals Frans Timmermans dan namens de PvdA in Europa, dat je dan denkt, nou dat Volt, dat past misschien eigenlijk wel veel beter bij mij.
Ja, maar ik durf niet helemaal in de gedachten van Frans Timmermans te gaan kijken nu. Maar uiteindelijk, hij zit ook al zo lang bij de PvdA. Ik denk niet dat hem dat in dank wordt afgelopen. Een loyale speler. Ik denk het wel, maar. Het is een beetje de Messi van, dan als hij weg wil, dan overtuigen ze hem toch nog om wat langer te blijven. YouTube aankoop je dan nu? Hoe was die ook alweer? Ik weet het niet meer. Wat jij toch wel? Nee, ja, ik heb hem niet bedacht, Fok. Jij bent degene... Jij schrijft die metafoortjes. Ja, ik weet de intro nog wel, maar ik weet eigenlijk niet meer waar die heen gaat. Daarna. Ik maak hem wel af voor je. Nee, kijk, je hebt in de voetballerij wel eens, zoals bijvoorbeeld Mink Peters is daar een bekend voorbeeld van. Die speelde bij Ajax in de jeugd, maar was geen hele bijzondere speler. Maar die had een, zo heb ik het begrepen, een soort compilatie van zichzelf gemaakt en de video's op YouTube gezet. En dat uiteindelijk naar Real Madrid gestuurd. En Real Madrid heeft hem gewoon opgepikt uiteindelijk. Ja, toen kwam hij daar, bleek het helemaal geen bijzondere speler te zijn. En nu in Nederland is hij volgens mij zelfs bij de amateurs beland. Ah, ik weet waar we heen gingen. Hmm. Maar Volt lijkt ook een beetje zo, ja, Europees bij elkaar geraapt. Allemaal hele mooie punten. Maar bij de YouTube-spelers zit er altijd een alles onder het gras. Van of het is een filmpje van 5 minuten samengesteld uit 10 uur aan beelden. Of die gast blijkt helemaal niet te kunnen rennen. Of hij blijkt ineens 1,60 te zijn. Of de tegenstander is helemaal niks. Dus wat is bij Volt dan het allertje onder de gras? Goed metafoortje dit, toch? Ja, ik weet het niet. Ah, sterk. Ja, jij vindt hem wel goed. Meent hij niks van. Ja, wat is bij Volt het allertje onder het gras? Laat ik dan anders vragen. Wat is, denk je, jullie grootste valkuil? Stel, je pakt morgen 5 zetels, groot feest. Wat is dan hetgene waar je het meest voor doet? Kijk, de uitdaging waar we natuurlijk voor staan is dat het voor veel mensen nieuw is. Dat we weinig ervaring hebben. Dus dat we ook moeten zorgen dat we heel snel die ervaring opdoen. En dat we weten hoe alles werkt. En daarnaast, we zijn met iets compleet nieuws bezig. Wat nog niet eerder is gedaan. Dus we hebben ook niet een model waar we naar kunnen kijken van, hey, op die manier zou het kunnen werken. Dus we zijn aan het pionieren. Jij stelde net de vraag van, wie is dan uiteindelijk de eindleider? Hè? Wie is dan Mark Rutte? Nou ja, een andere vraag die je ook nog zou kunnen stellen daarin, hè, want dat moeten we dan kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar een andere vraag die je ook zou kunnen stellen, van stel, wij zitten dadelijk met Nederland, zitten we hier in het parlement. En dan ook in Italië en ook in Bulgarije en ook in Duitsland zitten we allemaal in nationale parlementen. En dan in Duitsland gaan we in één keer meeregeren. En moeten we allemaal compromissen sluiten. En dus gaan we daar in één keer ander beleid voeren. Terwijl in Nederland we ons weer voor hele andere punten hard maken. Hoe gaat die dynamiek met elkaar zijn? Ja, dat is pionieren en dat is, ja, echt iets wat we nog moeten ontdekken met elkaar. Dus als je het hebt over, ja, wat zijn onze valkuilen? Ja, daar moeten wij met elkaar heel waakzaam op zijn. Dat zal misschien ook nog eens een keer fout gaan. En zullen we daarvan moeten leren om te zorgen dat het weer de goede kant op gaat. Ik dacht te zien in het partijprogramma dat jullie in dat Europese stelsel ook af willen van die veto-stemmen. Ja. Dat zei jij volgens mij gisteren, Maarten. Om daar vanaf te komen moet je denk ik stemmen. En blijven die veto-stemmen nog steeds gelden. Dus gaat Hongarije natuurlijk zijn veto weer uitspreken. Ja, nee, dus daarom dus zeggen is het niet een beetje te mooi om waar te zijn eigenlijk ergens. Nou ja, daar geloof ik sowieso niet in. Het gras, zeg jij. Nee, maar kijk, daar spelen. Dat is precies ook de reden dat je met Volt in elk land dus actief moet zijn. Om te zorgen dat je vanuit dat lokale en nationale kunt zorgen dat het Europese hervormd wordt. Want op dit moment wordt de Europese Unie nog gemaakt door de nationale parlementen. Die hebben eigenlijk het grote zeggenschap. Dus moet je daar overal actief zijn, wil je inderdaad die verandering doorkrijgen. En dat makkelijk gaat zijn, nee, zeker niet. Maar dat we als Volt heel veel richting daarin kunnen gaan geven, daar geloof ik wel in. Want, en zien jullie het ook gebeuren dat je op een gegeven moment zoveel invloed uitoefent, dat op het moment dat bijvoorbeeld een Hongarije, Viktor Orbán, dat hij niet mee wil, en dat je dan gewoon kan zeggen op een bepaald moment van, dan maar geen onderdeel van Europa. Nou ja, goed, ik, wat daar gebeurt is natuurlijk echt schandalig. De manier hoe Viktor Orbán de hele democratie naar de knoppen heeft geholpen, de persvrijheid heeft afgepakt. Moeten ze eruit? Ja. Nou, kijk. Je kunt ze er sowieso op dit moment ook niet uitzetten. Maar er zijn ook heel veel mensen, heel veel Hongaren, die juist ook kijken naar de Europese Unie als hun laatste hoop. Wat wel goed is, wat je ook ziet in Hongarije, is dat alle oppositiepartijen zich aan het verenigen zijn, juist om te zorgen dat Viktor Orbán de volgende verkiezingen niet gaat winnen. Wat we wel volgens mij in Europa veel sterker moeten doen, is veel strakker op die rechtsstaat gaan zitten. Daar veel meer bescherming aan bieden. Dus zorgen dat er geen subsidies, of de subsidies die er komen, dat die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling in de rechtsstaat.
Om te voorkomen dat er dus iemand zoals Viktor Orbán dat kan afbreken. Wat overigens veel te lang is getolereerd dat dat is gebeurd. En ik bedoel, er zijn filmpjes met Juncker, hè, de vorige commissiepresident. Die volgens mij 10 jaar geleden al Viktor Orbán verwelkomde met... daar is de dictator. Ja. Ja, als ik die filmpjes terugkijk, dan denk ik... Oké, maar toen was het toch al helder van wat die man aan het doen was. Van CDA, die samen met hem in de Europese familie zit. Waarom is daar niet harder op uitgesproken? Waarom is daar niet harder op ingegrepen? Waarom zijn er niet eerder subsidies gekort? Waarom is die rechtsstaat niet eerder... Zijn er niet eerder afspraken over gemaakt? Mm-hmm. Ik denk wel dat het een les is voor heel veel... politieke partijen om daar zich ook harder voor uit te gaan spreken. Ja. En het basisinkomen, wil je daar nog over hebben? Ik had het idee dat jullie dat even in hadden gefietst, omdat jullie denken dat er een hoop mensen die op jullie zouden kunnen stemmen, Rutger Bregman hebben gelezen. Nee. Dus we zetten het basisinkomen erin. Ik dacht, dat is interessant. En staat erbij. We weten nog niet precies hoe. Ja, we moeten gaan onderzoeken of het financieel haalbaar is. Dan denk ik bij mezelf, dat had je natuurlijk, daar heb je in principe geen zetels voor nodig om dat te onderzoeken. Uiteindelijk kunnen doen. Nee, daar zal echt wel grootschalig onderzoek naar gedaan moeten worden. We hebben dit ook in ons Europese programma staan. Dus dat is niet alleen maar omdat Rutger Bregman erin zit, maar dat hebben we met heel Europa. Dat hebben we met heel Europa hebben we dat gedaan. Nee, juist omdat we ook zien dat die wereld ontzettend snel aan het veranderen is. En dat we misschien ook op een andere manier moeten gaan kijken van hoe waarderen we bepaalde zaken in de samenleving, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hoe kun je ook mensen op een andere manier gaan waarderen met sociale zekerheden door weg te gaan van, je zit in de bijstand, je krijgt een basisinkomen, wat toch op een andere manier... Nee, ik ben het helemaal mee eens, maar dus ik hoopte eigenlijk dat erin zou staan, dat gaan we regelen. Maar, zo'n onderzoek is natuurlijk, dat moet ook echt goed gedaan worden, want wat betekent het voor de woningmarkt, wat betekent het voor de arbeidsmarkt, dus je moet wel goed kijken van, en er zijn onderzoeken naar gedaan, die laten op zich positieve resultaten zien. En tegelijkertijd, ik denk dat daar nog wel op grootschaliger manier mee geëxperimenteerd moet gaan worden voordat je daar echte conclusies over kunt trekken om dat goed in te voeren. Maar het belangrijkste daarvan vinden wij, op dit moment zijn de verschillen zo groot aan het worden in de samenleving, ook op sociaal vlak. Er zijn gewoon ontzettend veel mensen die rond de armoede of onder de armoedegrens leven. Dat is eigenlijk iets wat niet kan in een samenleving als Nederland, volgens mij. Ja. En die verschillen willen we verkleinen. En basisinkomen is daar ook een andere manier van om daarna te gaan kijken. Kun je ook meteen van die toeslagen systemen af. Hè? Dan krijg je zo'n toeslagenaffaire niet. Dus daar zitten heel veel positieve kanten aan. Maar daar moet nog onderzoek naar gedaan worden. Dan nog even kort over debatteren. Als ik zo inschat, denk ik... Thierry Baudet gaat waarschijnlijk je grootste tegenstander worden, want dat is de man van de nazistaat, de anti-Europa-beweging. Nexit. De Nexit. Ja. Geert Wilders. Intelligente Geert Nexit. Wilders ook. Ja. Geert Wilders is denk ik een... Maar meneer Dassen. Maar u wilt al dat geld naar die Italianen. Hij doet een goede imitatie. Ja. Nog eens. hebben we dat geoefend als rollenspel in de fractie? Nee, dat hebben we nog niet geoefend. Maar hoe ga je dat aanvliegen? Vind je het leuk om te doen, debatteren? En hoe ga je dat aanpakken als je dat soort kanonnen tegen je... Ja, ik vind dat natuurlijk wel ook spannend. Mm-hmm. Je wil natuurlijk heel duidelijk het Volt-verhaal vertellen. Je wil dat goed over het voetlicht. Het Volt-verhaal is vaak ook een verhaal van nuance. Omdat we ook zeggen van de uitdagingen zijn ook gewoon complex. Daar zit veel meer achter dan de one-liners die vaak in campagnes gebruikt worden. Ja. En Geert Wilders, dat is toch op een andere manier iemand die zijn achterban probeert aan te spreken. Dus je probeert daar toch... Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En dat is spannend. En ik denk ook zeker dat we daar nu wel op gaan oefenen om te kijken van welke argumenten we dan het beste naar voren kunnen brengen. Wanneer ben jij op je kwetsbaarst in het debat? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Wanneer kunnen ze het je moeilijk maken? Thierry luistert toch niet, hoor. Dus maakt niet uit. Inhoudelijk of... Maakt niet uit. Ik denk zeker de mensen die al heel lang in de Tweede Kamer zitten, die hebben heel veel dossierkennis. Kennis is in dat opzicht ook wel een vorm van macht, denk ik. Ja. Dus is het voor mij zaak om te zorgen dat ik zoveel mogelijk dossierkennis in hele korte tijd op ga doen. Zoveel mogelijk inlees en zorgen dat ik met veel mensen spreek om ook te zorgen dat ik de geschiedenis weet van hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen, waarom ze niet veranderen zoals ik wil dat ze veranderen. Ja. En om te zorgen dus dat ik dat debat goed aan kan. Ja, dus de spanning zit er een beetje in als je op een onderwerp wordt bevraagd waar je eigenlijk nog voor je gevoel te weinig kennis over hebt. Okay. Ja.
Ik denk dat we even een voorspelling kunnen doen. Ik heb nog een heel klein vraagje. Want je had het net ook nog eventjes over die tussen neus en lippen door noemde dat je stage hebt gelopen bij FC Eindhoven. Dan ben ik toch benieuwd waar het dan mis is gegaan. Ja, ik was gewoon niet goed genoeg. Op een gegeven moment werd ik voorbij gepingeld. En dus daar ging het gewoon compleet mis. Oké, ja. Dat, ik vond het een hele mooie ervaring van voetballen in het stadion. En was elke week was het dan, geloof ik, anderhalve dag dat we daarmee bezig waren. Dat was dan 4-5 maanden lang, dacht ik. En uiteindelijk kreeg je een rapport en ik had iets te veel vijven. Gewoon echt een schoolrapport. Ja, schoolrapport. Ik geloof is 6-7 punten of zo. Dribbelen, koppen. Had je voldoende wel of niet? Ik had ook 2 zessen, geloof ik. Maar ik had het merendeel was onvoldoende, ja. Had jij liever onze baan gehad of je eigen baan op dit moment? Ik vind wat ik nu mag doen, vind ik wel heel bijzonder. Ik denk voor jouw salaris dat hij gewoon bij Sparta gaat staan. misschien kunnen we een week ruilen. Lijkt mij heel vet, ja zeker. Dan de voorspelling, de Easy Toys voorspelspel. Ja, daar is die. Dat is ons sponsorblok waarin we elke week een voorspellingje gaan doen. En ik moet even de spelregels uitleggen. Er is namelijk wat te winnen. Een Easy Toys goodie bag kan je winnen. Als je het goed hebt, dan is die voor jou. Maar je mag ook, als je er geen interesse in hebt, dan mag ook voor kiezen om hem weg te geven. Maar dan willen we wel even weten aan wie je hem weggeeft. Oké. Laten we daarmee beginnen. Is het voor jou of ga je hem weggeven? Ik ga hem weggeven. En aan wie? Aan Willem. Nee. Het is goed speel hoor, vraag maar aan Maarten. Ja. Dan ga ik hem aan Reinier geven. Dat is degene met wie ik 2,5 jaar geleden mijn baan heb opgezegd. De lijstduwer. Ja, en die heeft enorm hard gewerkt ook die jaren. Die heeft kan een beetje ontspannen. Ontspannen. Precies. Ja. Dus dat is wel mooi. Dus daar heb ik uitgegeven. En is Reinier vrijgezel? Nee. Oké. Nou goed. Dat komt wel terecht. De vraag is hoeveel zetels denk je te gaan halen morgenavond? Ja, 3 zetels. Dat is waar we sinds 2019 eigenlijk voor zeggen. Daar gaan we voor. Mm-hmm. En dat is nog steeds waarvan we hopen dat we dat morgen halen. Maar ben je met 3 niet... Ik heb een klein beetje teleurgesteld nu. Vier of vijf die staan in die... Nee. 3 zou echt fantastisch zijn. Dat. En met 2 teleurgesteld? Nee, ja. Kijk, we gaan voor 3. Mm-hmm. Dat is ook mijn focus. Kijk, mm-hmm. En ik denk niet dat als het 2 zou worden, dat we teleurgesteld zouden zijn. Maar ik hoop gewoon dat het 3 wordt. Oké. Dan tot slot een rondje aanraders van de week. Ik zou het leuk vinden om van jou te horen waar je mee komt. De aanrader van de week is een documentaire die op Netflix staat. Mm-hmm. Ik sprak net al even over Samantha Power. Vind ik een hele inspirerende vrouw. Zij heeft heel veel voor mensenrechten gedaan. Is daar ook heel actief in geweest. Zij is later voor de Obama-regering gaan werken als ambassadrice bij de Verenigde Naties. Ja. En zij zit in The Final Year. Dat is een documentaire waarin ze het team van Obama in het laatste jaar volgen. En zij heeft ook een boek geschreven, De Leerschool van een Idealist. Waarin ze eigenlijk schetst van, je wilt hele grote veranderingen teweeg brengen. Maar om daar te komen, moet je ook vaak slikken dat je maar hele kleine stapjes kunt zetten. Ja. En dat zou ik zeker als aanrader willen geven. Cool. Mooi. Ja, ik heb echt een mooie documentaire gekeken deze week op Netflix. Staat een paar weken nu. Heet I Got a Story to Tell. Gaat over de Notorious B.I.G., Amerikaanse hiphopartiest die... helaas al vermoord is toen hij nog maar 25 was... in een soort van rivaliteit met Tupac. Ik ben fan van zijn muziek... maar ik kende zijn levensverhaal nog niet echt. Het is een hele imposante vent. Hij is echt fucking groot en dik. En hij heeft een lui oog. Hij heeft een hele soort van unieke uitstraling. Hij maakt hele vette muziek. Maar een van zijn beste vrienden... die ging altijd mee naar zijn shows. En die had, dat is de tijd dat je van die... hoe zou ik het noemen, zo'n pocketcamera... Met zo'n handicap inderdaad. Met zo'n uitklapschermpje. En die Biggie had tegen zijn vriend gezegd van... je moet naar alle optredens mee en in het hotel mee... en je moet gewoon alles filmen achter de schermen. Dus dat zijn zeg maar de beelden die je ziet. En ik zeg eerlijk, het is echt top. Vet. Ik heb hem denk ik al eerder getipt, maar ik ga het nog een keer doen. Want dit is, als je door je tips heen bent, kan je gewoon de bal te zoeken. Dit is een seizoen bijgekomen en ik wil Mokko Mafia tippen, die serie. Tata. Want ik vind het echt... echt gruwelijk. En ik denk dat te veel mensen het idee hebben dat het een beetje een oppervlakkige serie is die Mokro Mafia op een bepaalde manier verheerlijkt. Maar ik denk dat het een super realistische serie is die ook laat zien
ja, wat voor ellende er schuil gaat achter die grote, grote kopstuk uit de criminele wereld. En daarnaast de acteurs die daarin spelen, die zijn zo ongelooflijk goed. Dus dat is mijn tip. Zit Royston er nog in? Ja, Royston, seizoen 3. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik iedere donderdagavond tot 12 uur opbleef om de volgende aflevering die op vrijdag online kwam te kijken. En Royston die zit in het begin van de derde seizoen zit hij er nog in. Maar het loopt niet goed voor hem af. Wie zou aan tafel moeten hebben van die cast? Ja, ik vind sowieso die cast gruwelijk. Maar ik vind Nasreddin Char, die speelt Potlood. Dat zo'n mooie naam. Ik hoor het op de club de hele tijd. Hey, Potlood. Ja, maar ja, dat is in die criminele wereld. Ik las het van de week ook dat als iemand een keer een bril op heeft, dan wordt die altijd gelijk schelen genoemd. En er was eentje vermoord met hazenlip. Die werd hazenlip genoemd. Weet je, dat wordt die uiterlijke kenmerken. Die zijn, en hij was dan heel goed in leren en werkte ook bij volgens mij de ABN AMRO in die serie. Dus hij werd Potlood genoemd. Maar hij is, ik vind hem een vreselijk goede acteur, maar ook als mens super interessant. Ik heb voor de één keer een afrader van de week, als dat mag. het is al een paar keer voorbij gekomen, maar ik wil toch de app Clubhouse eigenlijk afraden. Eigenlijk Neil Peters als persoon is gewoon. Ik denk dat we hebben het een paar keer over gehad en mensen kennen het vast wel. Het is een soort rooms waar je kan praten met elkaar en dan kan je hand opzetten. De afrader van de week. Kan je meedoen. Maar ik zag aan de eerste instantie, zag ik er wel echt potentie in, want ik vond het leuk en een soort van platform voor gelijkgestemden. En toen werd het overspoeld met allerlei soort van zelfhulp. Goeroes die je brand wilden neerzetten en je community je kon laten groeien. Ze deden een soort van voor alsof het echt voor gelijkgestemd is. Maar dus als je hand op kan steken, kan je met allerlei mensen meepraten. Maar in de praktijk bleek dat er steeds dezelfde talking heads het woord voerden, namelijk Bas Smit en die van der Meijden, de godganse dag. Wij hebben 2 weken geleden in een kamer gezeten met Farid Azarkan en Pierre boeien. Van Hooydonk. Ja, hoe kan je dat afgaan? Dat was nog wel aardig, maar eigenlijk was het dieptepunt was ergens ook in die week, toen ik even in die app zat te kijken en toen zag ik een room over vriendschap en relaties met als spreker Thomas van Haar. Ja, echt geweldig. En toen dacht ik, nu kap ik ermee. Hier heb ik ook mee zitten schuren. Echt zo mooi. Ik zat inderdaad in de kamer met mensen die ik normaal gesproken nooit tegen zou komen. En zaten inderdaad over vriendschap en relaties te praten. Ik zat op een gegeven moment, ik was alleen thuis en ik open die app en ik kijk een beetje. En ik zie zo van Aris online en ik zie zo'n groep en ik denk, had je uitgenodigd zelfs? Nee, dat was van anderen. Ik denk, wat is dit voor bondgezelschap? Dus ik app hem en ik zeg, waar ben jij nou weer in beland? Ja. Hij zei, ja, is mooi, dit, dat. Maar hij zegt, ik kan geen aansluiting vinden. Hij kwam niet zeg maar in het gesprek. En op een gegeven moment ging het over of je... als je dan met je mattie bent, dat was een meisje, als je met je mattie bent en of je met je vriendinnen bent, verander je dan van toon en ga je dan anders doen. En op een gegeven moment neemt hij het woord over en hij stelt zo'n beetje op zijn eigen manier, gaat hij een beetje zo serieus doen. Van, ja, kijk, je moet sowieso een beetje anders doen. Kijk, als ik met mijn vriendin ben, ben ik een beetje anders en met mijn vrienden, maar als het maar respectvol is of zo. En je hoort al die gasten zo, hey Thomas, ik hoor je man. Ik hoor je, had die zwaar respect van die hele kamer. Nou, toen ben ik uitgecheckt. Dus ik wil eens even aan de luisteraar meegeven, als je niet op Clubhouse zit, dan heb ik niet het idee dat je heel veel mist. Dus doe dat vooral niet. Goeie afvraag. maar wat wel leuk gaat zijn, het liedje om mee af te sluiten. Je zei al van muziek te houden. Je begon keihard te lachen toen je er één bedacht. Dus ik ben heel benieuwd. Oh, nee. Helemaal niet. Maar ik heb nog even één vraag waar ik nog gedurende de podcast over na zat te denken. Want jullie stelden de vraag aan mij van wie zou een transfer naar Volt moeten maken. Ja. Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd van als jullie nu kijken naar de politiek. Van wie zeggen jullie nu van als je nou Volt een beetje hebt leren kennen en een beetje in verdiept. Van wie zou dan een transfer naar Volt eigenlijk moeten maken? Wie zit nou op een hele verkeerde plek en zeggen ja, dat die moet bij dat nieuwe positieve geluid van Volt zitten? Goeie. Dat is een hele goede vraag. Ik zag van de week Haptamoe de Hoop, geloof ik, bij Opeen zitten. Mooi kereltje. Leuk. Ja. En, wel je AliExpress grap gejat, hoor ik. Ja. Over Rutte toch niet? Wat zei die ook weer? Ik weet niet meer. Ik moet uitzoeken. Ja, maar ik denk dat ik wel op hem ga stemmen. Dus als je hem bijvoorbeeld binnen had, heb je mijn stem binnen. Mooi. Ik denk dat Sigrid Kaag op zijn rijk wel aardig bij zou passen. Toch D66. Ja, serieus. Ik heb al aan Frans Timmermans gedacht. Dus, ja, nice. Alright, dan het nummer van... het is een nummer wat ik zelf heel vaak geluisterd heb. In mijn studententijd en daarna ook. Wat volgens mij een lekker nummer is. Is Empire of the Sun met Walking on a Dream. Kijk. Nice. Oké, cool.
Ik wil je heel veel succes wensen morgen. Ja, dank. Ja, veel geluk. Mooi om hier te zijn. De avond voordat hij geschiedenis gaat schrijven. Zit hij gewoon bij ons voor de podcast. Heeft hij een uitgeleider gemaakt op het valreep of niet? Hoe vind je het gaan? Nee, ja, ik vond het ontzettend leuk. Dus ik heb heel veel plezier gehad vanavond. Kunnen nog manipuleren. Dankjewel. We gaan eruit met Empire of the Sun. De wedstrijd zit in het op, Laurens-Dassen. Met wat voor gevoel stap je weg? Ja, nou ja, geweldig publiek natuurlijk. Nee, het was een ontzettend leuke uitzending, dus enorm van genoten. Interessante vragen ook over transfers. Had ik niet helemaal zien aankomen. Dat was toch even een beetje zoeken, spannend. Dat is niet wat ik normaal gewend ben in wedstrijden. Maar een hele leuke uitzending. Zal hij wel te pakken, de eerste paar minuten, met de bingo? Met de bingo, ja, fantastisch. Ik heb zo ontzettend hard gelachen. En ik zag op een gegeven moment de kaartjes zag ik op de tafel komen. Ja, ja. Dat ik dacht, oké, ik zie ze kruisen. Oké, bingo. Ja, en terecht. Was het de eerste keer dat je deze opmerking hoort? Ja, okay. Zeker. Dus dat is een mooie om mee te nemen weer. Ja, compliment naar jou toe. Want voorafgaand aan de podcast hadden de mannen voor mij hun stem wel klaar. In ieder geval, ze waren eruit waar ze morgen op gingen stemmen. Nu twijfelen ze. Wat heb je met ze gedaan? Wat denk je dat je met ze hebt gedaan? Ik weet niet, het was gewoon een ontzettend leuk gesprek. En ik hoop dat ik in ieder geval mensen een beetje aan het denken heb kunnen krijgen over de manier waarop er naar politiek gekeken wordt. Hè, van dat we dat niet alleen vanuit Nederland doen, maar dat we dat veel beter met meer mensen kunnen doen. En verder was het gewoon een ontzettend leuk gesprek. En dat helpt natuurlijk altijd. Ja. Als je naar deze drie mannen kijkt, wie past het best bij Volt? Ik denk dat Thomas wel goed zou passen. Want? Bij Volt. Maarten eigenlijk ook wel, denk ik. Ik denk dat ze eigenlijk alle Bart drie... Bart alleen niet. Ik denk eigenlijk dat ze alle drie hartstikke goed bij Volt zouden pakken. Maar waarom? Gewoon enthousiast, ondernemend. Wilde naar een betere toekomst. Niet alleen voor zichzelf, maar voor andere mensen. Dat zie je ook in de vragen die ze stellen. Ja. Zijn sociaal bevlogen. En ik denk dat dat eigenschappen zijn die goed bij mensen bij Volt passen. Ja, één ding. Ik denk dat ze het nooit zullen doen. Ik weet het niet. Nou ja, ik denk eigenlijk ze waren zo onder indruk van voor welk geld jij het deed. Ja, nou, ik denk dat ze misschien na deze lijsttrekker podcast, dat ze met al die mensen hebben gesproken, dat ze denken, ja, misschien gaan we dit wel doorzetten. Misschien dat we zelf ook wel politiek actief gaan worden. En dan zijn ze welkom? Dan zijn ze absoluut welkom, ja. Okay.